gevaar van extreem rechts is niet geweken. We hebben niet alleen Trump, Wilders en Le Pen. Ook bij ons is er een probleem met racisme en andere vooroordelen die welig kunnen tieren zoals schimmel op een rotte ondergrond. Ook met syndicalisten tegen fascisme roepen we op om mee te betogen op 16 maart met de Mars tegen Racisme. Het asociale besparingsbeleid botst terecht op heel wat ongenoegen en woede. NSV beweert dat ze met hun betoging opkomen tegen het establishment, maar in plaats van de echte verantwoordelijken voor de crisis en de enorme ongelijkheid aan te pakken, de 1% rijksten, de speculanten, de bankiers en zo verder, richten ze zich tegen de vluchtelingen en de migranten. Met Rosa strijden we tegen ongelijke lonen, verdeeldheid, discriminatie, seksisme en voor het recht op abortus. Le 16 mars, les jeunes du Vlaams Belang et des groupes néo-nazis organisent une manifestation de la haine à Anvers. Op donderdag 16 maart 2017 organiseren de actief linkse studenten, Blockbuster, Rosa en syndicalisten tegen fascisme een betoging tegen haat, racisme en verdeeldheid. En voor een samenleving waarin de noden en de behoeften van de meerderheid van de bevolking eindelijk is centraal staan. En eindelijk een echt sociaal beleid wordt gevoerd. Dus dan is het aan jullie. Vrouwen, kom op straat.